deze weken sta ik stil bij een aantal citaten uit de Bijbel die ons laten zien waarom vriendschap een van de grootste geschenken in het leven is. Want, zoals we het zeggen, je familie kun je niet kiezen, maar je vrienden daarentegen wel. Vrienden zijn de familie die je erbij krijgt, zou je kunnen zeggen, van God. Want vriendschap is iets van God gegeven. Maar hoe kom je aan vrienden? Natuurlijk kan je biddend je vrienden uitzoeken. Wees daarbij wijs en bedenk dat vrienden wel altijd iets gemeenschappelijks hebben. Met vrienden zoek je omdat je dezelfde belangstelling of interesses hebt. Dezelfde hobby, dezelfde humor. Een vriendschap moet ook ergens over gaan. Want wie niets heeft, die kan ook niets delen. Wie nergens naartoe gaat, zal nooit een metgezel aantrekken. Want vriendschap ontstaat vooral tussen mensen die iets samen doen. Het christendom is begonnen in een kleine vriendengroep. En dat getuigenis is de hele wereld overgegaan en heeft inmiddels honderden miljoenen mensen hecht met elkaar verbonden. De wiskunde. Wiskunde is tot stand gekomen toen een paar Griekse vrienden met elkaar in gesprek raakten over getallen, lijnen en hoeken. De afschaffing van de slavernij, ook een voorbeeld, of de reformatie. Ze zijn allemaal tot stand gekomen omdat een aantal vrienden hun visie met elkaar deelden. Kleine groepjes vrienden kunnen grote dingen tot stand brengen. En dat vriendschap niet altijd zonder slag en stoot gaat, dat is ook normaal. Dat verwoordt koning Salomo in Spreuken 27 vers 6. Hij zegt daar iets belangrijks. Hij zegt, oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen. Maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Ik noem het zo vaak. Met echte vrienden kun je bindend botsen. Wat bedoel ik daarmee? Echte vrienden zeggen tijdens ons leven wat anderen achter onze rug om vertellen. Je vrienden kennen je blinde vlekken. En ze durven je ook een spiegel voor te houden om je te tonen wie je werkelijk bent. Of hoe je reageert, zodat je kunt veranderen. Echte vrienden, ze weten alles van je. En toch houden ze van je. Dank God deze week is voor zulke vrienden in je leven. En als je deze vorm van vriendschap niet kent, besluit dan vandaag om er voor je vrienden te zijn. En vergeet niet ze dat ook te laten merken. Ik wens je een vriendelijke week toe. Deze week.